Een hele goede nacht. Het is maandag. Kijk hoe laat het is hoor. 2:15. Ik ben kapot moe. Ik wil slapen, alleen ik kon dus niet slapen. Want ik had dus letterlijk dit geprobeerd om zo en al te krullen. Nou, het heeft letterlijk niet gelukt. Ik kon niet slapen. Ik heb het eruit gedaan. Nou, wat zie je? Niks. Ik zie alleen ontploft haar. Ik heb dus even een nieuwe methode over hoe ik dus... nu de video's ga plaatsen. Ik doe dus de maandag vlog. Plaats ik dus ook op maandag. En de dinsdag vlog op dinsdag. Want anders... Dat is een soort van weekvlogje. Want anders ja, gaat het echt gewoon... Anders neemt het heel veel ruimte in beslag. En dat kan mijn telefoon niet aan. Ik heb best veel apps en foto's. Wat ik leuk vind om te bewaren weg te doen. Net als... Ik heb nu letterlijk ook alle Koningsdag foto's en filmpjes weg moeten doen. Want anders had ik helemaal geen ruimte. En dat vind ik best jammer. Dus daarom, want ja, het is wel hele leuke foto's. Maar dan heb ik het nu weg moeten doen. Boer Harm is nu weg. Mijn vriendinnenfoto's zijn weg. In de regen. Filmpjes is het nu allemaal. Laten we verwijderen. Boer gaat nu slapen omdat hij aangesproken door mijn vader. Mijn vader is ongeveer... Ik denk 10 minuutjes geleden naar beneden gekomen om te zeggen dat omdat hij moest plassen. En toen ging hij ook te zeggen dat hij moest gaan slapen. Ik was toen ook nog wakker, maar dat weet hij niet. Maar ja, maar niet uit. Ik ga even snel mijn haren doen. Ik zit dus te twijfelen. Ook al letterlijk, ik moet niet twijfelen. Ik wil gewoon kunnen slapen. Ik heb wel trouwens wel spijt dat ik mijn haren heb laten knippen. Maar ik zit dus te twijfelen om alsnog de ding in te gaan. Dat doen we niet zo. Maar... Met een staart, snap je? Zo doe ik zo. Moet ik wel even een mooie staart hebben. Wacht, ik wil even een mooie staart. Het ziet er echt tering apart graag uit. Maar nu gaan we dus deze plukken om en om hier omheen draaien. Hoi, ik ben er weer. Het is over 2:30. En ja, ik heb ervoor gekozen om dat ding toch net in mijn haar te doen. Anders was ik daar nog steeds mee bezig. Want ik heb daar te kort haar voor om dan nu omheen te draaien. Dat ding is gewoon voor Lissara gemaakt. Want überhaupt, het is één keer gelukt. En dan had ik dit. Of dit zelfs. En dan had ik dit om mee te slapen. En het lukt mij echt gewoon niet. Dan ga ik daar iedere keer op liggen. Weet je hoe kapot irritant het is. Ik kan er gewoon opkijken wat dit is. Bij mij, dit hoort niet. Nou ja, maar niet uit. Ik kan hem nog steeds gebruiken, maar het is best irritant. Want hij is ook trouwens kapot, dit. Dit hoort ook niet. Maar ik heb er dus voor gekozen om het toch niet te doen. En daar ben ik blij mee ook, want anders was ik nu nog steeds mee bezig. En ik wil gewoon slapen. Dus ik ga ook proberen om te slapen. Dus tot dadelijk, wanneer ik wakker ben. Hele goede ochtend. Het is 6:15 in de ochtend. En ik heb letterlijk niet geslapen. Ik vind het zo irritant. Ik heb gewoon vannacht geen één oog dicht gedaan. Ook al hoopte ik van nog wel. Gewoon een half uurtje, uurtje. Maar nee. En als ik 8:00 nog steeds niet slaap, ga ik even gewoon de hond lekker uitlaten. Ga ik gewoon even lekker een wandeling doen. Bijvoorbeeld van een half uurtje of zo. Dan kijk ik nog wel. Dat vind ik zo niet leuk. Maar ik moet proberen om 10:00 s'avonds wakker te blijven. En daarna mag ik pas slapen. Als ik niet heb geslapen. Want anders ga ik slapen, bijvoorbeeld om 7:00. En dan word ik 12:00 wakker. En dan ben ik de hele nacht weer wakker. En daar heb ik geen zin in. Het is best licht voor 6:15 al. Ik zal even laten zien. Het is let trouwens niet op de trop, op zo'n trop. Kijk, het is echt lekker weer. Dus ja. Ik ga nog even naar bed duiken bij Luna. Probeer om te slapen. En als het echt niet lukt, ga ik gewoon eruit laten. Maar ja, dan zie ik jullie dadelijk. Ik ben nu weer. Door het raam liggen, want het is echt koud hier. Het is nu 6:45 in de ochtend. Ik heb alvast kleren gepakt voor dadelijk. Want ik ben op beneden geweest. Ik hoorde mijn konijnen en opeens heel hard. En ik dacht zo van dat er weer een kat was. En ja, dat wil ik nu nog een keer overkomen. Dus dan heb ik ook al meteen kleren voor dadelijk gepakt. Voor wanneer ik een rondje ga lopen. In ieder geval voor sowieso denk ik al voor vandaag. Een lekker chill joggings look. Met daarop, nog geen idee, dan moet ik nog even kijken. Dit ding is zo koud, maar daarop deze trui.
En daarbij, bij de trui, trek ik ook nog deze jas overheen aan. Want dat is best fris. Dus ja, top. Weer lekker in bed. Want dan kan ik nog misschien nog heel even slapen. Oké, wacht. Ik ga me eerst denk ik make-up doen. Want ja, ik heb hier anders toch niks te doen. Dus eerst make-up. Klaargemaakt voor de dag vandaag. De zonnetje schijnt nog lekker. Het is over 2 minuten 7 uur. En Luna ligt hier achter mij. Andere kant. Oh, ze ligt hier achter mijn kussen. Ik kan haar niet laten zien. Misschien zo. Ligt ze lekker te slapen. En ik moet ook even kijken waar ik op kan slapen. Ik denk op deze kussens. Want ik ga Luna niet voor mijn kussen afschoppen. Want ze mag daar ook gewoon liggen. Maar dan moet ik er gewoon even ergens anders liggen. Maar dat maakt niet uit. Want ik ga nu nog even gewoon lekker chillen. En hopen dat ik misschien nog even in slaap val. Ik denk niet, maar ik hoop het. Dus ja, tot dan. Hele goede middag. Het is 1 uur. En ik heb nog geslapen. Yay! Ja, ik sliep rond 9 uur in de ochtend. En werd 12 uur wakker. Dus ik heb nog best lang geslapen, vind ik. Het is ook gewoon echt beter weer geworden. Ik zal dat even laten zien. Beter weer geworden. Maar ik heb de hond nog niet uitgelaten. Hey. Nina. Ah, mijn vrouw er niet bij, maar ja. Maar niet uit. Dit is nu even de outfit check. Zo, ik moet nog alleen even mijn haren kammen. Want het ziet, mijn haren zien er niet uit. Maar kijk. Want ze moeten vettig blijven. Want het is ook echt vettig. Kijk. Is droog door de gel. Maar dit moet zo blijven. Want anders zitten de invlekken dadelijk niet meer goed. Want ik word ingevlochten vandaag. En dan zit het anders dadelijk niet meer goed. Dus ja. Ik heb best. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ja. Gisteren. Oh nee. Een paar dagen geleden weer mijn buurvrouw opgenomen in het ziekenhuis toen. Maar ze is er nu wel weer gewoon uit hoor. Maar dat was weer opgenomen. En mijn bal lag daar dus. Dus die kon ik echt helemaal niet. Maar die heb ik nu wel weer. Maar ja, dat maakte mij toen even niet uit. Kijk, er zitten twee make-up vlekken in. Foundation en mascara. Maar dat maakt niet uit. Dus het is even de outfit. Ja, top. Ik ga mijn make-up liggen en ik ga naar beneden. Want ik heb honger. Ik ga zitten. Geen idee. Mijn moeder is zo bij. Dus aankleden voor vandaag. Nou, eerst heb ik dus dit gepakt. Maar dan ga ik dus ook niet meer aantrekken. Want het is echt warm. Ik ga een korte broek aantrekken. Ik heb drie dingen wat kunnen. Dat moet ook nog anders, want hier zit de vlek in. Of ik heb deze broek. Deze. Die trek ze daar ook even allemaal aan. Of deze. Dan moet ik nog even leuke top bij vinden. Dan doe ik boven daar, want daar liggen al mijn toppen. Of deze. Oh nee, daar liggen niet meer al mijn toppen. En dit is zo'n zo'n tuinbroekje. Of deze. Of deze. Dit is als eerste lange broek. En die hebben we korter gemaakt. Omdat het. Ja, omdat weet ik ook niet. Maar daar zijn drie keuzes. En ik ga even kijken wat voor top ik erbij doe. Ik ga kijken voor een shirt. Nou, ik denk dat ik misschien gewoon mijn schooloutfit aandoe. Nu is alles een beetje kleiner. Want ik had dus op de schoolfoto deze kleren aan. Alleen, ja, kijk, het is gekrompen. Het is een beetje erg gekrompen. Want het was echt zo'n lang shirt. En nou niet meer. Maar dit is dus een Pokémon shirt. En ik denk dat ik dan die aantrek met die andere broek. Ik zal even laten zien welke. Naar mijn kamer. Dus wat misschien pak ik, heb ik, ja, ik heb die foto hier. Ja, oké, okay, je ziet me precies met de kleren. Dat ben ik met die shirt. En kijk, daar zitten dus twee hartjes en een gat. Dat heb ik dus niet meer, want dit is nu de broek.
Ja, we hebben het geknipt. Weet je waarom? Omdat letterlijk er zo'n gat in zat. Dus we hebben het even geknipt. Maar alsnog kan die wel. En dan deze doe ik aan met mijn school. Dus eigenlijk doe ik weer mijn schooloutfit aan. Ja. Dit meen je niet. Hij is te klein. Hij is echt veel te klein. Kijk, dit. Wacht. Even verschillen. Oh, het helpt niet. Maar kijk. Zit hij echt strak. Ook al vind ik het echt een hele leuke broek. Maar. Het zou misschien ook nog leuk staan met deze broek. Dus we gaan ook even nog naar deze broek kijken. Deze broek ook niet leuk bij staan. Nee. En hij zit ook best strak. Ik heb hem nu los, maar hij houdt dus zo vast. En dan moet hij strak, want anders kan hij niet vast. En dat is best irritant. Dus ik denk dat deze ook weer glad. Dat is een beetje jammer, want daar hebben we hele leuke twee broeken. Dus ik moet nog even kijken. Natuurlijk, bij alles moet eigenlijk een riem, maar ik heb geen riem. Ook nog deze broek. Maar ik weet niet of ik deze nog wel pas. Ik heb geen idee, ik moet even kijken. Dit. Hij zit een beetje strak en hij is best kort. Echt, ik heb geen idee wat ik hiermee moet, jongens. Want hij zit strak, hij zit niet lekker. Oh nee, ik kan hier niet in bewegen. Je wordt ook niet. Heel irritant dit. Ik wil mij nog een zwaaien, ja, let's go. Tot zo. Hoi, ik ben er weer. We zijn een aantal uurtjes verder, het is nu 9:45 in de avond. En ik dacht omdat ik morgen met mijn moeder 2 dagen weg ga, kan ik wel een what's in my bag maken. Dus in deze tas die ik meeneem voor de 2 dagjes weg. Het lijkt erg dat er heel veel in zit, maar dat is gewoon totaal niet. Het heeft nog best wel ruimte. Ik neem deze tas mee. Mijn moeder neemt nog een tas mee. Voor haar eigen spullen. En ik neem ook nog mijn unicorn mee. Dus dat is wel leuk. Dus ik laat het nu allemaal zien wat in deze grote tas zit. Dus let's go. Ik begin eerst met de 2 zijkanten. Deze kant en deze kant. Hier zitten gewoon schoenen in voor, ja, voor we daar zijn. Hier zitten hakken in. Geen idee of ik deze aan ga trekken. Maar hier zitten ze in. Bijvoorbeeld als we uit eten gaan, dan kan ik hakken aantrekken. Bijvoorbeeld. Ik weet ook niet waarom. En in de andere kant zitten mijn Adidas schoenen. Natuurlijk, ik neem ook andere schoenen mee. Ik heb 3 paar schoenen mee. Hier, mijn Adidas schoenen. Die zitten hier ook in. Voor, die kan ik ook aantrekken als ik die hak niet aan wil. Want deze zijn nog net in de was geweest. Dus die heb ik na dat ze in de was zijn geweest niet aangehad. Nu gaan we naar de grote vak. Dus ja, let's go. Oké, we beginnen met... Oh, heel irritant geluid. Oh ja, en er moet nog een van die kussens in. We beginnen met deze tas. Hier zit al mijn make-up in. Plus mijn borstel. Dus er is de kans dat ik deze morgen nog uit mijn tas haal. Als ik mijn make-up ga doen. Dus die. Mijn bikini als we daar gaan zwemmen. Is dit mijn bikini? Het lijkt heel kort, maar het is het niet. Met dit topje. Alleen het is niet meer zo wit, omdat ik ooit hier een keer bij Hemelrijk heb gezongen. En toen was ik niet meer wit. Maar bikini. Dan heb ik mijn tablet mee zonder lader, want hij had nog genoeg procent. Ik weet niet of ik erop ga. Maar die. Dan heb ik voor de zekerheid, als ik mijn kabel vergeet, heb ik nog, of mama zijn kabels kapot, of mijn kabels kapot, heb ik een extra lader mee. Telefoonkabel. En ik heb mijn Fitbit kabel mee. Ook al heeft het nou 65%, maar dan is die wel wat leger dan. Dan doe ik deze crème voor je haren. Want voor na het douchen. Ik weet niet of ik daar ga douchen, maar anders...
dit. Ik denk het wel. Maar anders geen idee. Dan mijn sieraden met mijn AirPods. Hier zit namelijk sieraden in. Want ik neem ook sieraden mee. Even laten zien. Dan zit deze AirPods in. Dan deze leuke ketting. Dan de kabel van mijn AirPods. En dan nog deze leuke armbandjes en een ring. Deze ring. Dus dit doe ik dan daar aan. Ik wou zeggen, dit trek ik morgen aan. Maar nee, dat kan ik niet aantrekken. Maar mijn sieraden dus. Ik heb echt warm in mijn kamer. Heb ik hier nog wat liggen? Ja, een tasje. Als we uit eten gaan, heb ik een tasje. Die past bij mijn jurk. Die ik dan ook aan ga trekken. Dus deze tas. Dan komen we nu aan de kleren. Dan heb ik deze New York City trui. Voor mijn pyjama. Dit is dus mijn pyjama. Even mijn pyjama trui. En daarbij heb ik dus nog een zwart broekje. Maar ik heb dus geen idee hoeveel graad het nog wordt. Maar in ieder geval dit. Trek ik aan. Dan deze zwarte cargo broek. Met deze trui. Oké. Dan natuurlijk onderbroeken, topje, twee paar sokken. Dat komt natuurlijk ook allemaal mee. Dan heb ik nog een zwart broekje mee. Voor mijn pasteljurkje. Voor deze leuke jurkje. Dus dit is eigenlijk what's in my bag. Nu moet ik proberen om alles weer zo mooi erin te krijgen. En ik neem deze kussen mee. Ook voor daar. Dus dat is wel fijn. Dus dit was. Dit was de what's in my bag. En ik ga dadelijk slapen. Want ik ben best moe. En mijn wekker gaat over 12 uur. Dus ja, maar ik moet even nog wakker. Ja, hoe moet je het zeggen? Nog heel veel wakker blijven, anders sta ik weer heel vroeg op. En ik heb hier een nieuw bureaustoel blijkbaar staan. Ik heb ook geen idee. Van mijn broer geweest. Maar ik mag die denk ik aan zo. Geen idee. Die daar. En ik ga nu lekker in mijn bed niksen, dus dat dadelijk misschien. Oké. Ik ben er weer. Ik heb mijn tas even naar beneden gebracht, want anders vergeet ik die misschien morgen. Ook al denk ik van niet, maar voor de zekerheid. Dit is dus blijkbaar de nieuwe stoel die ik heb gekregen van mijn broer. Dus eigenlijk best lekker. Alleen, letterlijk, ja. Dit kan niet ook. Dat vind ik echt chill. En dan strak draaien. En nu blijft hij ook zo. Hoi, ik ben er weer. Ik dacht zo van, ik ga toch vandaag niet meer zoveel doen. Dus ik ga zo meteen slapen. Dus ik ga de video alvast afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. En tot morgen. En dan neem ik jullie mee met een reisje.